In oefening 2.6 wordt er gevraagd om elk van de onderdelen apart vrij te maken. Dus als je gaat kijken, dat zijn drie staven. Een eerste staaf, een tweede staaf en een derde staaf. En elk van die staven heeft een gewicht. Dus we starten al met al die zwaartekrachten daarop te tekenen. Nu willen we op elk uiteinde van de staaf slechts één kracht tekenen. Dus gaan we gaan kijken als er plaatsen zijn waar meerdere krachten zouden samenkomen. Als je hier kijkt in dit knooppunt A, dan zie je dat de eerste staaf aan de derde een kracht uitoefent op de eerste, maar dat er verder geen krachten zijn. Dus dan hoeven we dat knooppunt niet apart vrij te maken. Dus wat krijgen we? Een kracht op de eerste door de derde, gelijk aan tegengesteld op de derde door de eerste. Hier in het punt B is er wel een extra kracht, een kracht naar rechts. Dus dat punt maken we apart vrij. Daar tekenen we die uitwendige kracht op. En dan hebben we een kracht van de derde staaf hierop. En een kracht van de tweede staaf. En op de staven hebben we een even grote en tegengestelde kracht. Dus F 2B en F 3B. Ook daarvan boven in C hebben we zowel een reactiekracht, uitgeoefend door de omgeving op het systeem, als krachten tussen de staven onderling. Die gaan we dus via het knooppunt gaan uitrekenen. Een kracht van de eerste staaf op het knooppunt. En een kracht van de tweede staaf op het knooppunt. En hier hebben we krachten even groot en tegengesteld. Merk op, ik teken de krachten niet volgens de staaf. Waarom niet volgens de staaf? Omdat er ergens in het midden van de staven krachten aangrijpen, namelijk de zwaartekracht. En dan hebben we hier ook nog een kracht, de kracht van die vierde staaf op die eerste staaf. Die is wel volgens de staaf 4 gericht, omdat de staaf 4 geen massa heeft. Goed, laat ons nu eens gaan tellen hoeveel onbekende krachten ik hier heb aangeduid. We hebben hier de krachten met de buitenwereld. Deze kracht ligt volgens een bepaalde as. Dus we kennen de richting, de as. Dat is een 1D onbekende. We kennen enkel niet de grootte van deze kracht. Dus dat is één onbekende. Deze kracht, daar kennen we niks van. We weten enkel dat hij in het vlak ligt. Een vlak is iets tweedimensionaal. Daar horen twee onbekenden bij. Die twee onbekenden kunnen bijvoorbeeld de x en de y-component zijn. Dat kan ook de grootte en de hoek zijn dat hij maakt met de x-as. Dus als je zo x-y hebt, hier die hoek theta. Meestal zullen we hiervoor kiezen. Dus dat zijn al drie onbekenden. Dan gaan we nog gaan kijken naar de inwendige krachten. Dus wat hebben we? We hebben er hier twee onbekenden, terug. We weten het vlak, we weten de richting niet. Twee onbekenden, dus dat zijn er hier nog eens twee, nog eens twee, nog eens twee, nog eens twee. We weten dat deze gelijk aan tegengesteld is aan deze. Deze is gelijk aan tegengesteld aan deze, gelijk aan tegengesteld aan deze. Deze is nog twee onbekenden. Deze gelijk en tegengesteld. Dus ik denk dat we ze ongeveer allemaal hebben. Hoeveel hebben we er? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 onbekenden. Wat hebben we nu nodig om dat op te lossen? 13 lineair onafhankelijke vergelijkingen. Per staaf hebben we een krachtenevenwicht en een momentenevenwicht. Per evenwichtsvergelijking hebben we een x, y en z component. Maar aangezien dat een 2D vergelijking is, hebben we geen componenten volgens de z as voor de krachten en geen componenten voor de x en de y as voor het moment. Dus we houden drie vergelijkingen per staaf over. Dus als we vergelijkingen tellen, dan hebben we er hier 3,
3 en 3. En dan voor de knooppunten verliezen we de momentvergelijking, omdat het gaat over een punt. Dus dan valt deze ook nog eens weg. Houden we 2 vergelijkingen per knoop over. 2 en 2. Dus als we nu gaan tellen, hebben we er 3 plus 3 plus 3 is 9. Plus 2 is 11. Plus 2 is 13 vergelijkingen. Dus als we die vergelijkingen gaan opstellen, zijn dat 13 vergelijkingen met 13 onbekenden. En zo krijgen we een stelsel, 13 vergelijkingen, 13 onbekenden. En inderdaad, het is wel rekenwerk om die allemaal te gaan berekenen. En dat rekenwerk moet je gewoon doen. Hoe kan je nu het rekenwerk vereenvoudigen? Door bijvoorbeeld ook het geheel eens vrij te maken. Dus als we het geheel vrij maken, de krachten erop aanduiden, dat zijn de zwaartekrachten. Dat is de reactiekracht in C. Hier komen er eigenlijk 2 dingen samen. Enerzijds het geheel van de constructie en anders de buitenwereld. Daardoor hoeven we hier dat knooppunt niet apart te gaan isoleren. Dus dit is hier RC. En hier hebben we nog de kracht F14. Hoeveel vergelijkingen horen daarbij? De 2 krachtenvergelijkingen en 1 momentvergelijking. Dus wat hebben we hier? We hebben 3 vergelijkingen. Als we de krachten en momenten evenwicht gaan opstellen. En hoeveel onbekenden hebben we? We weten dat deze volgens een as ligt, dus dat is 1. Hier kennen we niks van, dus dat zijn 2 onbekenden voor 3 vergelijkingen. Bovendien, als we de momentvergelijking goed kiezen, bijvoorbeeld ten opzichte van het punt C, dan gaat het moment van de kracht RC ten opzichte van dat punt 0 worden en krijgen we 1 vergelijking met zelfs maar 1 onbekende in, namelijk die F14. Dus die F14 kan je direct gaan oplossen. Dan hou je nog je 2 krachtenvergelijkingen over om die RC uit te halen. En die krachten kan je dan hierin steken, waardoor dat je hier 3 onbekende minder hebt, nog altijd voor je 13 vergelijkingen. Dan kan je gaan afvragen, tja, maar die 3 andere vergelijkingen, heb ik die dan te veel? Nee, die vergelijkingen die je hier opgesteld hebt, zijn lineaire combinaties van die 13 vergelijkingen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je hier 3 vergelijkingen hebt op overschot. Nee, je hebt eigenlijk ze hergecombineerd. Dus hier ga je 3 vergelijkingen hebben dat je gaat door controle kunnen gebruiken voor je rekenwerk. Dus stel dat je bijvoorbeeld begint te rekenen en je start hier met die derde staaf. Wat heb je? Je hebt onbekenden, 2 onbekenden, dat zijn 4 onbekenden, 3 vergelijkingen. Je zou bijvoorbeeld 1 van deze componenten kunnen gaan oplossen als functie van de andere component en die 2 componenten. Daarna ga je die hierin steken. Wat krijg je hier? Je krijgt 2 onbekenden voor die FB3. En die F2B, dat is eigenlijk maar 1 onbekende meer, want je hebt 1 als functie van die andere gezet. Dus 3 onbekenden, nog 2 vergelijkingen. Dus je lost alles op naar 2 onbekenden. Dan ga je zo door naar de volgende staaf, zo door naar deze staaf en zo uiteindelijk door naar die knoop. En uiteindelijk zal je 3 vergelijkingen niet moeten gebruiken om toch alles te gaan oplossen.